Het is vrijdag en dat betekent dat hij gaat beginnen de Retro Week. De Retro Week. En gadverdamme, wat hebben we er een vieze, smerige, lekkere week van gemaakt. Het zit vol met retro items en zeer divers, zeer uiteenlopend. Retro in de breedste zin van het woord. Het gaat over games, het gaat over mensen die games maken, maar het gaat ook een beetje over GameKings en retro. Persoonlijk, maar ook GameKings bestaat natuurlijk al bijna 20 jaar. Ik ga met jullie het programma doornemen. En dan zie je dat als je een premium baas bent, wat voor een stortvloed aan leuke items om thuis te bekijken je weer gaat krijgen voor de bijdrage waar je ons mee steunt. Laten we beginnen met vandaag, vrijdag. Ja, we zijn eigenlijk nu al een beetje begonnen, maar goed, we beginnen eigenlijk echt met de eerste dag van Stevens Arcade Hall Blast Galaxy. We gaan daar vanaf 4 uur streamen, 2 uur lang. Het wordt dolle boel. Het is de eerste dag dat het open zijn. We hopen dat er mensen zijn, maar we gaan in ieder geval allerlei games spelen. We gaan kijken hoe het er is. We gaan kijken hoe het zit met onze arcade skills, onze retro skills. En we gaan natuurlijk ook vertellen dat wij, want daar draait deze retro week een beetje om. Het is allemaal een soort opmaat naar 25 juli als we dus, en dat is een woensdag, van 2 tot 8 uur 's avonds een community dag hebben voor de premium bazen in Blast Galaxy. En we gaan volle bak met de GameKings gewoon lekker retro gaming doen. We gaan games spelen, we gaan kleine competities opzetten. Gewoon een gezellige dag gaan we ervan maken. Deze week is een beetje de warming up. Kom je een beetje lekker in de stemming. In ieder geval, de stream dus van 4 tot 6. Hebben we een hele speciale einde van de week vrijdag. Het is namelijk een retro einde van de week vrijdag. Letterlijk en figuurlijk. De afgelopen 2 dagen heb ik vele uren doorgebracht in ons archief. Allerlei einde van de week vrijdags moeten doornemen. Op een gegeven moment werd ik echt kotsmisselijk van dat tuintje. Maar ik heb gewoon een groot aantal leuke fragmenten van de afgelopen 15, 16 jaar op een rij gezet. En daar zie je gewoon de evolutie van GameKings. En dan met name de einde van de week vrijdag. Er zit echt hilarisch materiaal tussen. Zaterdag. Een aantal GameKings is de vraag gesteld. Wat was jouw favoriete retro console? Nou, je ziet er hier al een paar staan. Het zijn dus gewoon GameKings. Steeds eentje die vertellen over wat hun favoriete console was. Een retro console. En waarom. Er moet een verhaal achter zitten. Het gaat niet om of het de beste was. Er moet een verhaal achter zitten. En dat verhaal vertellen we dan. Even kijken. Ja, ook leuk. Nostalgie. Op een gegeven moment raakten wij helemaal geïnspireerd door wat we met GameKings al die jaren gedaan. Maar wat was nou eigenlijk het allereerste item wat we met GameKings op onze website hebben geplaatst? Nou, we hebben hem gevonden. Sterker nog, we hebben de eerste 2 items gevonden. Misschien zelfs de derde zijn we nog aan het zoeken. Maar het allereerste item, dat was in Miami. En dat item, ja, het is een fantastisch item. Het is hoogdravend, het is de journalistieke diepgang is enorm. Pulitzerprijs materiaal. Laten we gewoon weer eens een keertje zien. Dus opnieuw, hilarisch. Wat we hebben nog meer. En dan hebben we een item over. We hebben natuurlijk gestreamd in Blast Galaxy. Er is natuurlijk ook een aantal weken aan opbouw vooraf geweest. We hebben dat gevolgd. We hebben het eerste deel laten zien van een soort van mini-documentaire over Stevenson, vervulling van zijn droom. Hij kreeg de sleutels van zijn hal. We hebben daar een beetje rond kunnen lopen. Nu laten we zien hoe die hal eigenlijk gevuld werd. De kasten kwamen aan vanuit Amerika in een zeecontainer. En als ik goed heb begrepen, was niet alles helemaal netjes overgekomen. Maar dat ga je zien in een prachtige mini-documentaire waar nu nog druk aan gemonteerd wordt. Zondag, mijn favoriete retro-console. Hij staat hier ergens. Dat kan je lekker niet zien. Maar hij staat er wel op tafel. Dan hebben we een item, vind ik heel erg leuk. Er zijn namelijk nog een aantal mensen en die noemen ze zichzelf DOS gamers. Jawel, dat zijn de mensen die nog gewoon MS-DOS, weet je wel, de oude pixel games op je PC op een floppy. Die spelen ze nog. Ze zijn ook bezig met emulatie om bijvoorbeeld bepaalde games die je gewoon niet meer kan spelen omdat je die kan aansluiten op je televisie, om die om te zetten naar PC. Zij komen naar de studio om te vertellen over hun
wat mij betreft toch wel een beetje een bizarre passie voor die oude floppy disk games. Dus wordt ongetwijfeld een hartstikke leuk item. En dan vervolgens kun je vanaf 6 uur gaan bingen. Dan zijn namelijk gewoon weer een seizoen. GameKings is dan via Twitch gewoon weer te bekijken. Ja, dan hoop ik dat de pip even weggaat, want anders kan ik niet lezen wat er staat. Want ik kan het niet allemaal uit mijn hoofd. Daarvoor zijn er te veel items. We hebben op maandag de retro console van Koos. Wat zou Koos meenemen als zijn favoriete retro console? We hebben Brieven Maandag. Een retro Brieven Maandag. Net zo hilarisch als de retro einde van de week vrijdag. Echt, er zit materiaal bij. Ik wist niet ooit dat we zo hoogstaande televisie maakten. Of website items maken. Maar in ieder geval oude fragmenten van Brieven Maandag. Met oude GameKings erbij. Oude helden van Weldeer. Hartstikke tof. En dan gaan we ook elke dag van die week gaan we livestreamen. Elke dag van 4 tot 6 ongeveer hebben we een retro stream. Dat betekent dat we retro games gaan spelen. En dan weet ik, jullie zeiden allemaal, ja, ik wil niet alleen maar PlayStation. Ik wil ook de oude shit zien. Nou, prima, als jullie dat willen, gaan we dat doen. Dus elke dag heeft een tijdperk. En maandag is het tijdperk de 8-bit retro games. En zo schuiven we de hele week een stukje op in de tijd. Dinsdag, de favoriete console van Emiel. Net opgenomen. Ook heel erg tof. Dan hebben we het tweede GameKings item ooit. Je weet niet wat je ziet. Het is iets met Lucifer stokjes, een frikandel, Jelle en Skate. Hoogstaande televisie. Dan hebben we een livestream weer met retro. En dit keer is het 16-bit. Dan gaan we een aantal games daarvan spelen. En we hebben een item, met name Kevin, maar ook Koos zijn een beetje gedoken in. Kijk, Twitch. Twitch is super populair met gaminggebied, maar het zijn over het algemeen nieuwe games. Eigenlijk is het Fortnite en dan nog een beetje andere nieuwe games. Maar er worden ook retro games opgespeeld. Hoe verhoudt dat zich? Wat zijn toffe kanalen? Is het leuk om retro te streamen? Ik bedoel, Koos doet af en toe een retro stream. Ziet hij dan meer of minder kijkers? En hoe kun je zelf een retro stream maken? Kevin zal ook een beetje technisch uitleggen hoe je bijvoorbeeld oude retro consoles toch weer aan je HDMI en aan je stream PC kunt hangen, zodat je dat kunt uitzenden. Kortom, denk ook een hartstikke leuk en weer een totaal ander item. Dan woensdag. Koos is in de wereld van de retro console reclames. Ja, daar werd ook reclame voor gemaakt. En die waren vrij bizar. Dus hij heeft een aantal hele bizarre reclames eruit gehaald. Hilarisch item. Livestream weer vanaf 4 uur met, we gaan weer wat verder in de tijd, de 32-bit apparaten. En Emiel heeft twee indies uitgenodigd. Omdat, ja, als je kijkt naar indie games vandaag de dag, dan lijkt het net alsof je terug in de tijd gaat. Dat ziet er toch vaak heel erg retro uit. Wat zit daar nou achter? Is dat nou omdat ze het toffer vinden? Of is dat het summum van gaming? Of kunnen ze technisch gewoon geen 4K knisperscherpe realistische graphics maken? Nou, daar hebben we het over met twee indie developers. Dan donderdag. We gaan gewoon door. Donderdag hebben we een verhaal over, en dat vind ik ook heel interessant. Ik ben er nog wel mee bezig, dus hou het een beetje. Dit kan nog een, ja, het zou misschien niet kunnen doorgaan, maar ik hoop het wel. 8 of 16 bit games. Er worden nog steeds van die games gemaakt. Ja, je gelooft het niet, maar mensen doen dat nog steeds. En ik ben nu druk bezig om die mensen naar de studio te halen om daarover te praten. Waarom maak je vandaag de dag nog steeds 8 of 16 bits games? Wat is daar de lol van? En is het makkelijker of moeilijker om dat soort games te maken? Dan heb ik het niet over developen, omdat ja, dat kan je eentje. Dus ja, het is makkelijker. Maar ook het nemen van beslissingen in games. Ik bedoel, je kan natuurlijk veel minder in een 8-bit game dan in een moderne game. Dus ja, hoe los je dat op? Dan retro, 64-bit. Daar zal vast de N64 bij zitten. En we hebben een een verhaal. Nou, een verhaal is het niet. Ik ga Boris interviewen. Boris is natuurlijk samen met mij de N-Skate, de oudste Game King hier. Ik was wat minder. Ik begon eigenlijk wat later met gamen. Maar Boris is echt vanaf kinds af aan
heeft hij altijd gegamed. En aan de hand van 10 Favo games uit zijn jeugd gaan we het erover hebben gewoon. Wat het belang van hem was, de rol van gaming in zijn leven. Is dat uiteindelijk ook, heeft dat geculmineerd daadwerkelijk in Blammo? Of was dat ook een deel geluk? Hoe gamede die? Waar gamede die? Gamen in school? Al dat soort dingen gaan we het over hebben in een, denk ik, hartstikke leuk interview. Vrijdag, de laatste dag van de Retro Week. We hebben de favoriete retro console van Steven. Ik hoop dat ik hem hier binnen kan slepen, want hij heeft het ontzettend druk met de opening natuurlijk van zijn arcadehal. Dan hebben we... even kijken, dat kan ik bijna niet lezen van deze afstand. Een livestream natuurlijk. Ja, de laatste livestream, jongens. Ja, het is een heel klein schermpje, dus sorry met die kleine letters dat ik dat soms niet zie. Maar het laatste retro stream. En daar zitten we eigenlijk al een beetje in het tijdperk van de GameCube, van de PlayStation en bijna ook al van de Xbox. Verder dan dat gaan we niet. Voor ons is dat niet retro gaming meer. Maar die pakken we dan ook gewoon nog even op. En dan eindigen we, denk ik, met een uitsmijter. We sturen Koos en Kevin naar, ik denk wel, Retro Heaven in Nederland. Naar een plek waar al die games... Het is niet Blast Galaxy, dat is ook een Retro Heaven. Maar deze heeft met name nog wat meer van echte console staan. En we dompelen ze daaronder in een soort van stortvloed aan waanzinnige ouderwetse retro games. Er schijnt zelfs een Pong-versie te staan die we gaan afspelen op een televisie uit 1954. Nou, meer retro dan dat kon je niet krijgen. Koos en Kevin zaten beide nog niet in de planning. Volgens mij de ouders van Koos, die zaten ook nog niet eens in de planning. Dus keihard retro. En ik denk een hartstikke leuke afsluiter van deze waanzinnige retro week. Ik hoop dat je dat met me eens bent. Een heel divers palet aan items. En onthoud dus goed, 25 juli op een woensdag, dan hebben we dus die premium community dag. Dan kun je gratis naar binnen in Blast Galaxy. Het hele gebouw is dan van ons. Het is voor premium bazen only. Dat betekent, we controleren. Je kan een mailtje sturen als je wil komen naar redactie@gamekings.tv. Moet je even zetten dan even bij Retro Community Dag of Blast Galaxy Dag. Dan noteren dat. Kijken we even of je ook inderdaad een premium account hebt. Normaal kost het 10 euro om binnen te komen. Nu geheel gratis. Wil je toch komen, wil je geen premium? Moet je even premium worden. Ik bedoel, kost je ook niet al te veel. Ben je nog steeds goedkoop uit. We gaan er gewoon een toffe dag van maken met een hoop GameKings erbij. Gewoon lekker gamen. Gelimiteerd aantal mensen, zodat iedereen de hele tijd kan gamen. Dus het is volle bak fun. 25 juli van 2 tot 8. Het is in Amsterdam en we gaan nog binnenkort op de site zetten precies waar het is. Kan je dat ook opzoeken. Maar voor de snelle mensen. Je kan je dus gewoon nu al opgeven. 25 juli voor die premium community dag. Waarin we volle bak gaan retro en arcade gamen. Kortom, ik hoop dat dit weer een prachtige week wordt voor jullie premium geld waar jullie ons mee steunen. We hebben ons best weer gedaan. En ik kan je al verklappen, na de Retro Week, we zijn alweer met 2-3 andere hele toffe dingen bezig. En daar zit ook een stukje reizen bij.